Kijk, ik doe deze er even bij in, dan weet je waar het van is. Ik heb een adventskalender gehad van Essence. En ik heb er alleen één ding al uitgehaald, want die heb ik gelijk gebruikt. Dat is de balsem die erin zat. En die heb ik gelijk gebruikt. Maar dit heb ik dus allemaal nog over. En toen dacht ik, ik ga daar een mooie kerstlook mee maken. Maar er zit eigenlijk niet zo heel veel aan oogschaduwen in. Maar wat er wel in zit, wat ik ga gebruiken, is natuurlijk de mascara. De I Love Extreme mascara. Die ga ik gebruiken. Natuurlijk, mijn favoriete oogpotlood, die zit er ook weer in. De Kajal Pencil in Black. Maar dan de kersteditie, kijk dan hoe leuk die is. Heb ik hem goed om trouwens, dat je dat goed kan zien. Ja, kijk, slingertjes er langs en cadeautjes en wat erop staat. Ja, slingertjes, lampjes. Oh, dan moet ik hem zo om hebben, dan kun je beter zien. Zo, lampjes, zo. Ja, en dan zat er ook nog, daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar, een lipliner in. En dat is een Invisible Kiss Transparent Lipliner. Multi-talent wonder. Can be combined with any lipstick color. Zo. Dus, die gaan we ook gebruiken. Daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Hier haal ik de rok uit. Ik heb de Osbloed nagellak al op. Kijk. Die zat er ook bij. Ja, Osbloed. Ik noem dat Osbloed. Het heet. Nee, niet Osbloed. Het heet. De Christmas Nail Story. Dat is die. Die heb ik nou op. Wat een leuke potjes zijn het trouwens, echt. Ik heb ooit eens een keer, volgens mij is dat vorig jaar, nee, 2 jaar terug heb ik ook een kalender gehad. En daar zaten ook allemaal van die kleine potjes nagellak in. En daar ben ik zo blij mee, dat vind ik echt fantastisch. Even kijken, er zit in fixing powder. Maar die gebruik ik eigenlijk niet, want ik gebruik dus eigenlijk de Banana Dreams. Dus ik moet nog even nadenken wat ik doe met de producten die ik niet gebruik. Want er zit ook nog een wenkbrauwpotlood in. En die gebruik ik ook eigenlijk niet meer. Omdat ik mijn wenkbrauwen verf. Ja, heb ik het eigenlijk niet echt nodig. En de fixing powder All About Matte. Ja, ik gebruik dus eigenlijk de Banana Dreams Loose Powder. En die vind ik net iets fijner. Maar dat is je eigen ding. Natuurlijk. En vandaag, even kijken, vandaag was dat? Vandaag? Nee, gisteren. Gisteren zat er een lipstick in. En die wil ik zo graag proberen. Sorry, ik begin een beetje enthousiast te maken. Merk je? Dan praat ik een beetje sneller. Ik zit echt helemaal onder de uitslag. Onder de bultjes. Moet je kijken hoe mooi die is. Echt. Dit is gewoon mijn kleur met kerst. Dit is een mat. Mooie mat. Rode kleur. Fantastisch. En die heet Red E or Not. Dus die vond ik zo leuk. En ik dacht, die ga ik proberen. En er zat ook nog, kijk, ik heb een paar dagen heb ik niets gedaan. Een paar dagen heb ik lekker gewoon overgeslagen, heb ik lekker gewoon opengemaakt. Want ik wou zo graag die look doen, ik wist niet zeker wat er nog meer aan zat. En er zat een spiegeltje in. En ik gebruik altijd het verkeerde, dus zo'n heel groot spiegeltje. En dan ga ik lekker een klein spiegeltje gebruiken. Die kan lekker ook. Dus vanaf nu heb ik lekker mijn eigen kleine spiegeltje. Yes. Ik had ook, wat ik ook heb gepakt, is een klein stukje spons. Want ik ben dan nieuwsgierig hoe dat is om de concealer aan te brengen.
Dus dat ga ik doen met deze. Maar er zat geen concealer in. Dus de concealer die ik gebruik is weer van een andere product van Catrice. Oogschaduw die ik gebruik is van Catrice. Maar ik gebruik de meeste gebruik ik van Essence. Ik heb trouwens... Nee, dat doe ik niet. Ik hou het zo. Ik heb wel heel veel van Essence. Maar ik ga nog wel een totale Essence Christmas look doen. Die komt nog wel. Die ga ik morgen wel doen. Of zo, denk ik. Ja. En er zit handcrème in. Daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Dus die ga ik ook gelijk even apart houden. Super rich, super soft handcream. Oké. Okay. Nou, dan ga ik zo beginnen. En dan, ja. Zie me, zometeen. Maar ik ga die video ga ik dus versneld afspelen. Dus dan weet je dat. Tot straks. Do me a favor, please welcome Darlene Love. Paul Schaefer. How about that? How about them guys? Nice job. Thank you for watching. Merry Christmas, everybody.
Oh, Santa.